Check voor coins, link in de beschrijving, www.igsky.com en gebruik de code HEZE voor 5% korting. Hallo iedereen en welkom bij deze nieuwe pack opening. Deze keer is het Team of the Tournament en natuurlijk zijn er 25k packs, waarschijnlijk vanwege Valentijnsdag. Dus we gaan een paar pakketjes openen en gaan deze keer de 25k packs doen, dus we gaan kijken wat we eruit krijgen. Ook ga ik hierna nog een video maken van een 2 mil pack opening. Daarvoor laat ik alleen de highlights zien, dus de hoogtepunten. Omdat het een beetje lang zou zijn als ik 2 miljoen achter elkaar zou openen. Dus die zal dan waarschijnlijk niet live zijn. Ik krijg trouwens Diakite, die gaan we op de transfer list zetten. De rest is niet zo heel erg duur. En dan hebben jullie waarschijnlijk daarna ook nog een video die op maandag of dinsdag zal komen. Maar ook wil ik jullie natuurlijk een gelukkige Valentijnsdag wensen. Hopelijk krijgen jullie dus natuurlijk een date of weet ik veel of het doet iets. En weet ik veel wat je gaat doen. Zolang je maar goed plezier hebt op de dag zelf, is het natuurlijk heel belangrijk. Komt waarschijnlijk wel goed voor de mensen in het zuiden. Natuurlijk iedereen een fijne carnaval gewenst. En de anderen, volgende week zullen jullie vakantie hebben. Ik heb trouwens de transferlist, moet eventjes geüpdate worden. Dus dat ga ik dadelijk eventjes doen. Dus dan zal ik nu waarschijnlijk eventjes eruit springen. En dan kom ik dadelijk weer terug. En we zijn weer terug bij het derde pakketje. Moest eentje een paar dingen aan mijn transferlijst verwijderen. Omdat hij normaal gesproken altijd houdt. Als ik een goede speler verkoop voor heel veel winst, dan laat ik die dan meestal staan als personal pride. Je krijgt trouwens Chiellini, 84 algemeen. Zal niet voor al te veel mee gaan. Karai ook niet echt, dus de rest discarden we gewoon. Maar in ieder geval, carnaval. Het is nu 4 dagen lang. En ik heb alsnog wel een schema. Ik ga alsnog iedere dag uploaden. Waarschijnlijk komt er vandaag dus. Ja, vandaag is nu de packopening uiteraard. Morgen is weg naar succes. Even kijken wat we krijgen. Is Garpace, dat is niet echt zo spectaculair. Morgen krijgen we natuurlijk weg naar succes. Maandag ga ik een budgetbeest doen. En dinsdag komt er natuurlijk eindelijk weer een aflevering van de wereld rond in 80 landen. Hebben jullie heel veel naar gevraagd? Dan is Cameroen aan de beurt. Weer eens een keer een Afrikaans land natuurlijk vanwege Team of the Tournament. En daarna gaan we kijken waar het schip strandt. Als het goed is, is dat bij Kroatië. En dan gaan we natuurlijk met het schip nog de hele wereld rond. Want we moeten nog een hele hoop teams doen. Ik had natuurlijk ook die straw poll gedaan. En een hele hoop mensen zeiden toch wel, ook al was het echt heel erg verdeeld, ongeveer 58-42%, dat ik alleen de teams moest doen met volledige gouden spelers. Omdat anders zou het wat leuker zijn met kijken. Hier krijgen we Jeroen Zoet, de rest is niet zo spectaculair. Vond ik ook wel jammer. Gisteren moest ik werken op de vrijdag toen PSV moest spelen. Dus de eerste wedstrijd in, volgens mij een heel jaar dat ik een wedstrijd heb gemist van PSV. Dus ik vond het heel erg frustrerend. Ik dacht, ah, misschien gebeurt er wel helemaal niks, dus dan mis ik niks. Nou nee, het was een van de betere wedstrijden het seizoen. Ik heb het later gezien bij Fox Sports. 2-4. Rekiek had misschien nog moeten krijgen. Het was wel een doorgebroken speler. Maar ja, daar kan ik zelf ook niks aan doen natuurlijk. Voor de rest was het een heerlijke wedstrijd. En hoop natuurlijk dat Ajax tegen FC Twente ook een leuke te worden. Hier krijgen wij weer Cahill en Lallana. Dus 2 spelers uit de Premier League. Er zijn niks waard, die dus kan er maar gewoon. Verder natuurlijk, als je zelf coins verkoopt, kunt altijd doen. De link zal in de beschrijving staan. De coins zijn nu nog redelijk goedkoop. Die prijzen die zullen redelijk laag blijven tot, even kijken, tot Garay, die komt ondertussen in pakketjes. Die zullen nog best wel duur blijven totdat Team of the Season komt. En dat is pas rond juni of juli, als ik me niet vergis. En dan worden ze wel een stuk duurder, maar tot nu toe zullen ze redelijk goedkoop blijven. Zo rond de 1 euro denk ik per 100k, dus dat is nog zeer goed te doen. Hier krijgen wij Ranocchia, dus dat is niet heel erg goed. Keita, ik krijg Lambert, Bucky Lambert. Ik heb al een paar uniforms gekregen. Gisteren heb ik een aantal pakketjes nog geopend, omdat ik wilde kijken hoe ik het zou afbrengen. En ik had Inform Schürrle en Inform Lopez. Inform Schürrle ging voor 150k, vond ik natuurlijk heel erg fijn. Maar Lopez die ging voor 12k, dus daar had ik weinig aan. Ryan Babel, ik weet niet eens meer, die gast die is bij Liverpool heel erg goed begonnen. En daarna ging het eigenlijk alleen maar de verkeerde kant op. Wat op zich wel leuk is, mijn broer heeft een keertje een tweet gekregen van Ryan Babel, omdat mijn broer een keertje had gereageerd tegen hem en toen had Babel op gereageerd. Oh, ik verdien veel meer dan jij een heel jaar zal doen of in je leven. En dat was echt wel een leuke reactie. Ik kon er zelf wel om lachen natuurlijk. Net als mijn broer, want die was het kreeg voor elkaar om het bloed onder de nagels vandaan te halen van Ryan Babel. Ik ga nog een paar pakketjes openen om de video niet al te lang te maken. Nog ongeveer 4 of 5 en dan houden we het er ook weer voor gezien. Ook wil ik vragen, vinden jullie het fijner dat er muziek onder de video's komt? Of hebben jullie toch liever dat het gewoon stil blijft? Ik heb het al een keer eerder gevraagd, een jaar terug of zo, toen was het een beetje verdeeld. Maar nu zie ik dat veel YouTubers in Nederland, die doen toch wel veel met muziek. Zodat mensen ook inderdaad wat te luisteren hebben dan alleen maar de stem van de commentator. Want dat vinden sommigen toch wel fijn, hebben daar baat bij. Dus als je dat fijn vindt, laat in de reacties achter natuurlijk. En terwijl het aan het doen bent, laat ik een blauw duimpje achter. We gaan nog een paar pakketjes openen. Nog 2 of 3 en dan stop ik er ook weer mee. En dan zie je natuurlijk, zoals ik al heb gezegd, dat de 2 mil pack opening ergens deze week verschijnen. Kervinho krijgen wij hieruit. 2k coins, die kun je natuurlijk altijd accepteren. Cam naar CM kan ik altijd gebruiken voor mijn serie. En dan komen we bij de laatste 2 pakketjes aan in de hoop dat we nog iets leuks krijgen. Dus, we krijgen Messi op de voorkant. Messi, ga je ons geluk brengen. En de beste speler is Denise.
Dus die is niet heel goed. Heeft wel eens ooit een Team of the Season gehad in FIFA 12 of FIFA 13. Was het een ziekelijke kaart. Was echt absurd goed. Het had iets van 89 shooting als ik me niet vergis. Dus echt een heel erg goede kaart. En ik heb nu het laatste pakketje. Weer Messi op de voorkant. Krijgen wij iets? We krijgen Diaby. Dus dat is niet heel erg spetterend. Krijgen we meer? De rest is niet heel erg goed, dus discarden we. En dan wil ik dit hiermee de video beëindigen. Dus als je hem leuk vond, vergeet het niet een blauw duimpje achter te laten. Je kan abonneren niet gedaan hebt. Link zal in de beschrijving staan naar mijn Twitter. En dan zie ik jullie bij de volgende video, jongens. Later.